1, 2. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb net heerlijke broodjes kaas uit de oven gehaald en daar ga ik heerlijk van smullen. Maar dat ga ik wel doen onderweg naar DH Huis toe. En wie nemen wij ook mee? Natuurlijk niet te vergeten, de enige echte hamster! Yeah! Die gaat ook gezellig op. Die is weg. Die gaat ook mee naar huis. Yay! En die gaan we dan aan iedereen laten zien. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe Bumper erop gaat reageren. Ja, we gaan hem niet een Bumper geven. Nee, niet geven, wel laten zien. Maar oh, het is echt een schatje. Hij voelt zich steeds meer thuis. Hij poept niet zo heel veel meer. Hij is niet meer zenuwachtig. Hij is gewoon heel relaxed. Hyperactief. Ja, ik zeg altijd hij is, sorry daarvoor. Maar ja, zij is al zo wennen. Dat is heel erg apart. Ook omdat Bumper een hij is. Dus alle dieren noem je meteen hij. Ja, dat ga je automatisch inderdaad doen. Dus jij maar hier. Het zit heerlijk in DHL een beetje heen en weer te rennen. Oké, okay, wij gaan naar DH huis. Ik dacht dat je daar zat. Toen dacht ik dat je hier zat. Ik dacht, het is te verdacht als ik hier ergens ga zitten. Dus ik denk, ik pak de voordeel om daar te gaan zitten. Heel goed. Ga maar liever, ik heb het ijskoud. Jij hebt het koud, hè? Ik heb er helemaal geen last van, want I'm a man of steel. Daar staat de fiets. Oh, Man of Steel op een bloemetjesfiets. Komt niet helemaal stoer over, maar dat maakt niet uit. En toen waren we alweer onderweg naar huis. En wat hebben we eigenlijk gedaan in de stad? En stad, ik bedoel dorp. De dorp. Ja, we hebben oliebollen gehaald. Like, what? We gingen voor hele andere dingen naar de dorp. En dan kom je met oliebollen thuis. Echt heel erg handig. Weer typisch iets voor Enzo Knol en D. Het is heel erg lekker. En wat gaan we vandaag nog allemaal doen? Ja, dat vragen we ons een beetje af. Dat vragen we ons echt heel erg af. We gaan oliebollen eten. Ja, dat sowieso. En ik heb heel veel leuke beelden nog opgenomen van Hamtaro, oftewel M&M. En die zal ik nu al even laten zien. Dan kunnen jullie daar even mee vermaken. Zo schattig. Het is echt veel te schattig. Want weet je wat M&M heel vaak doet? Dan heb je zeg maar pinda's en dan doet hij één pinda in de ene wang, de andere pinda in de andere wang. En dan gaat hij gewoon ja, naar zijn huisje toe en dan gaat hij het legen. En dan daarna gaat hij weer naar beneden toe. En dan gaat hij weer pinda's in zijn mond doen. En gaat hij het weer legen boven in zijn huisje. In zijn kooi heb ik het dan over. En dat is zo schattig om te zien. Dan zie je gewoon M&M met hele dikke, volle wangetjes. Echt een hamster. Oh. Maar jullie gaan nu die beelden zien. Het is echt te grappig gewoon. Mag ik meedoen? Als ik een mailtje moet maken, doe ik gewoon altijd dit. Blijf voor mij. Wat ben je doen? Oh, 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 daar gaat hij. Oh, met het koekje. Wat ben je doen? Wat ben je doen, joh, gekkie? Met het nijntje koek gaat hij er vandoor. Het zijn koekjes voor baby's van 8 maanden, niet voor hamsters vanaf 8 maanden. Ja, Dee. Dat is niet voor jou bedoeld, D. Helemaal niet voor de hamster. Hey, zullen we hem terugnemen? Rikkie! En dan ben jij ook een kill eten. Dit is echt te schattig. Samen met Nijntje. Oh. De hamster, wat doet hij? Wat doet hij? Je kan dit helemaal niet. Je klimt naar boven, maar je kan het niet. Kom er vanaf. Nu naar beneden. Naar beneden. Weet je wat ik tegenkwam? Dames en heren, het is een boor gevalding. En aangezien jouw vader altijd vet lief is voor mij en aangezien ik altijd bij jou mag slapen, dacht ik, dit neem ik mee als cadeautje. En dan zeg ik gewoon dat ik het heb gekocht. Want deze dingen zijn vet duur. Nee, negeer me niet. Deze dingen zijn vet duur. Oh, dag Enzo, ik ga wel lopen. Denk ik een keer lief te zijn? Is het nog steeds... Hey, knophouwer! Is het nog steeds niet goed? Alsnog ga ik hem meenemen en aan de vader van D geven. Ja! Gaan we heel hard voorbij D fietsen en dan gaan we zeggen loser. Loser! Weet je wat ik altijd deed toen ik klein was en toen ik op de fiets nog naar school ging? Oh ja! Met één hand! Met één hand! Ho, ho, ho.
Yeah, met mijn bloemetjesfiets. Wat weet je van dat? Weet je wat wij gaan eten? En dat is echt ongelooflijk lekker. Ik ben heel erg benieuwd of jullie het kennen. Dat is quiche! Ja! Het ziet er echt ongelooflijk lekker uit. De huid. Wat is er aan het eten? Is het lekker? Mm. Wakker worden. Je bent niet aan het dromen. Nee, maar is het lekker? Ja, maar ik kan nog een smokkebel. Ik ben heel erg benieuwd, maar het ziet er echt heel erg lekker uit. Quiche is het dus. Quiche. Hoe schrijf je dat? Quiche, ja. Dat is toch die artiest, zangeres? Voetballer bij Ajax. Oh, ik dacht dat hij iets raars ging doen. Oh ja, dat is... Jij bedoelt Kesha. Oh ja, Kesha. De Quiche, die voetbalt bij Ajax. Quiche, die voetbalt bij Ajax. Maar ik had het over Kesha inderdaad. Maar Quiche schrijft met K-I-E-S-H. Ja hoor. Eet smakelijk, schat. Nee, hoe schrijf je dat? Q-U-I-C-H-E. Oh. Nou, ik een beetje zeggen met zelfvertrouwen, dan kom je wat echter over. Oh, ik had het bijna goed. Check dit toetje. Het ziet er echt weer ongelooflijk lekker uit. Aan de onderkant heb je piepschuim. Merengue. Hoe, merengue? Ja. Merengue. En in het middelste heb je aardbeienslagroomsaus. En helemaal bovenop, ja, dat kan iedereen natuurlijk wel zien. Dat zijn tomaten. Zijn paprika's. Oh, ik dacht paprika's. Aardbeien. Echt heel erg lekker. Ik ga genieten. Waar we nu achter komen, dat is echt super komisch. Heb jij ooit wel eens iets gehad waarvan je denkt van ja, ik wil daar meer van hebben. Dus stel voor, je hebt één snoepje en je wil van dat ene snoepje wil je twee snoepjes maken. Of je hebt een beetje slagroom en je wil van dat stukje slagroom wil je meer slagroom maken. Wij kunnen dat met dit apparaat. Wij kunnen alles. Kijk. Knolpower. Knolpower, zeg het woord. Knolpower. Knolpower. Ja, het wordt groter. Knolpower! Maar er is één nadeel. Het is één nadeel. Er is één nadeel. Want? Let goed op. Soms dan heb je gewoon te weinig knolpower. Oh nee! Dat zag er zo apart uit. Zullen we het nog een keer doen? Gaan we nog één keertje doen. Let op. En daar gaat het. Knolpower, ze gaat erbij staan. Knolpower. Serious business dit. Kom op. Het wordt meer, het wordt meer, het wordt meer. Ja, ja. Oh, wat? Hij is bijna helemaal vol. Het is best zwaar dit, joh. Ja, is dat zwaar? Ja. Oké, en dan één keer van een volle bus slagroom. 1, 2. Oh. Hoe kan het nou? Dat slagroom dan helemaal zo omhoog komt en dat het zo vol wordt. Heb jij de uitleg? Laat het weten in de reacties. En ik ben heel erg benieuwd of ik er wijzer van word. En de andere kijkers natuurlijk. Wie is dat, Pim? Liefie zijn? Nou, wat goed van jou. Oh, ze zit er ook zo lief bij. Ah. Bump weet ook niet zo goed wat hij moet. Ah, oh, zo lief dit. Wat is dat, Bump? Volgens mij weet hij niet wat dat is. Lief zijn, hè? Hij zit in het wiel. Hij zit voor de eerste keer in het wiel. We zaten tv te kijken en in één keer hoorden we iets draaien. Ja. Goed zo. Goed zo. Yeah, de allereerste keer dat hij in het rad ging. Super gaaf. Bumper die is helemaal nieuwsgierig. Die denkt helemaal van, hé, wat gebeurt hier nou? We moeten wel oppassen. Ja. Kijk, het tongetje buiten bord. Hé, hey, weet je wat we trouwens van de familie hier hadden gekregen? Nou. Kijk. Super gaaf. Het is een welkomstpakket voor de hamster. Ja, echt super lief. Met dat eten en lekkere yoghurt. Zullen we kijken of je iets lekker vindt? Ja, kunnen we wel even doen. Wat vind jij van de hamster tot nu toe? Ik ben wel lief. Ja, hij is lief. Ik kan lang met hem zitten knuffelen, hè. Quinn vindt dat wel schattig, hè. Ja, alleen we moeten een beetje oppassen voor Bumper. Oh, hij gaat weer. Zou het goed zeg. Ja. Goed zo, daar gaat hij weer. Stop en door. Oh, wat goed. Kijk nou. Dit is zo schattig, mensen. Nu moet hij alleen nog leren om in één keer heel erg snel te gaan rennen. In plaats van kleine stapjes. Want dit ziet er nog een beetje knullig amateuristisch uit. Een beetje oude oma-stand is dit. Ja. Maar het is een begin. Het is de eerste keer dat hij het doet. Weet je wat? Ik spoel de video wel even door. Dan ziet het eruit alsof hij sneller gaat. Wij hebben er nog een hele leuke avond van kunnen maken. Ik heb echt volop genoten. Heerlijk kunnen relaxen.
genieten van de oliebollen die we hebben gehad. En gewoon heerlijk even lekker bank hangen. Vinden jullie dat ook wel eens lekker om gewoon even lekker niks te doen? Lekker te relaxen, te genieten van je vrienden, familie, gezellig met je ouders, je broer of je zus. Of gewoon lekker met je vriend of vriendin. Even lekker niks doen. Echt heerlijk is dat. Dames en heren, ik hoop dat jullie het een hele vette vlog vonden. Doe dan nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur stipt. En dan zeg ik als laatste natuurlijk, dikke, vette, peace. Knol Power.